Seizoensopening van het museum Oud-Oosterhout. Zoals Jan-Peter Balkenende in 2002 al zei, eerst het zuur en dan het zoet. Eerst moet u luisteren naar mij, mijn naam is Guido Zuur, en daarna krijgt u het zoet van Jan Harm Spijkerbed van Hollandsvoet. En daarmee heb ik met een al één belangrijke persoon voor ons vandaag welkom geheten. Daarnaast wil ik ook welkom heten Walter Rovers, die het een en ander met marsepein gaat doen. Hebben we ook nog Jeroen van der Bos, die zie ik daar staan. Ik denk niet dat hij me hoort. Die doet aan allerlei suikerwerken, kunt u daar kijken. En natuurlijk een ontzettend hartelijk welkom aan de Harmonie. Geweldig dat u er bent. Misschien mogen we daar pas even een applausje voor dan. Goed, en daarnaast natuurlijk welkom aan alle bezoekers, alle vrijwilligers. Als u al een beetje hebt gekeken hier, dan hebt u misschien gezien dat het er weer prachtig uitziet, het museum. Het hele winterseizoen hebben de vrijwilligers keihard gewerkt. Met heel veel smaak ook hebben ze ervoor gezorgd dat het er allemaal prachtig uitziet. Een heel belangrijk groot punt het afgelopen winterseizoen was het opknappen van de koffiekamer. Die is helemaal opnieuw geschilderd, nieuwe verlichting. De toonbank is helemaal veranderd, er is een kapstok gekomen. Dus het is daar aanzienlijk verbeterd. De buitenboom is ook geschilderd. Buiten is ook in de tuin is er van alles gebeurd, waardoor het er weer prachtig uitziet. Afgelopen week zijn nog allemaal viooltjes geplant en ik weet niet wat allemaal. Dus is keihard gewerkt om het er mooi uit te laten zien. En ik zit even te bedenken wat er. Het afgelopen winterseizoen ook gebeurd is. En dan meer achter de schermen. We hebben heel veel gedaan met de sociale media. Dus laten we zeggen, Facebook werkt volop. We hebben aardig wat publiciteit in de kranten gehad. Dus wat dat betreft loopt het allemaal erg goed en dat heeft onder andere geresulteerd in een prachtige expositie die er nog steeds boven in het museum staat. Dat is de expositie van de doopjurken. Die is er nog tot half april, dus ondanks het mooie weer, als u straks toch nog even naar binnen gaat en u hebt het nog niet gezien, kijk nog even naar de doopjurken, want het is echt een fantastische tentoonstelling. Dus wat dat betreft is er al heel hard gewerkt aan dingen die je kunt zien. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar hebben we ook het hele proces van de museumerkenning gehad. Daar hebben we jaren aan gewerkt. Vorig jaar juli waren we eigenlijk klaar met alles in orde te brengen, zodat we voldeden aan de voorwaarden van de Nederlandse Museumvereniging.
Toen is er hier nog iemand komen kijken of het wel allemaal klopte wat wij op papier hadden gezet. Dat is ook goed bevonden. Er was nog één klein puntje, daar wilden ze nog wat extra opheldering over hebben. Dat heeft helaas 3 maanden geduurd. Maar op 26 februari van dit jaar staan we in het museumregister. En dat wil zeggen, daar staan alle serieuze musea in Nederland. En we kunnen vanaf dat moment kunnen we zeggen dat wij een professioneel museum zijn, gerund helemaal door vrijwilligers. Er zijn hier bijna 60 vrijwilligers die het hele jaar door dit allemaal voor elkaar weten te krijgen. En die, nou ja, dat heb ik eigenlijk net al gezegd, die hebben ontzettend hard gewerkt. Want wat ik nog bijna vergat, maar niet helemaal, is dat in het winterseizoen al die huisjes naar binnen gaan. En het afgelopen winterseizoen zijn er zeker 75 gerenoveerd. Die zijn geschilderd of die zijn, er zijn hele nieuwe daken of zeg ik muren, maar dan houten muren zijn daar opgekomen. Dus ook die vrijwilligers die zijn de hele winter hard bezig geweest om het er zo uit te laten zien zoals het er nu uitziet. Ik zit eigenlijk te bedenken, mag ik een applausje voor al onze vrijwilligers? Komende jaar willen we natuurlijk zoveel mogelijk bezoekers zien te trekken. Als u dit hier gezien heeft, vertelt u het door en vraag aan iedereen of ze hier komen kijken. We zullen waarschijnlijk weer een korendag organiseren ergens eind juni, dat is ook altijd prachtig. Er zal nog wel een nieuwe expositie komen, maar dan weten we nog niet precies wat dat gaat worden. En er is ons ook voorspeld dat we het hele jaar lang dit weer houden. Dus wat dat betreft is er geen enkele reden om thuis te blijven. Nou, het wordt zo zoetjes aan tijd om het woord te gaan geven aan Jan-Harm Spijkervet van Hollandsvoet. En die gaat u wat vertellen over de expositie en over het hele gebeuren rond de zoetwarenindustrie in Oosterhout. Jan Harm, mag ik jou het woord geven? Dankjewel Guido. Ik wil u van harte welkom heten op deze feestelijke opening van het nieuwe museumseizoen van ons schitterende miniatuur Brabants Museum Oud-Oosterhout. Het bestuur, de ruim 60 vrijwilligers, die zijn er klaar voor en ik ook. De expositie is ingericht en dit jaar is het thema snoep. En die ruim 60 vrijwilligers hebben er alles aan gedaan, zoals de heer Zuur net al zei, om het park en het museum weer prachtig uit te laten komen. Veel nieuw schilder- en timmerwerk, een mooie tuin, gerenoveerde miniaturen geven een bezoek iets extra's. En ook de snoepwinkel, die u daar straks ook zult bezoeken hopelijk, in de koffieruimte, die is onlangs opgeknapt en heringericht. En ik denk dan ook dat het bestuur en de vrijwilligers trots kunnen zijn op de 1 maart 2016 verworven registratie als officieel geregistreerd museum. En u heeft er alles aan gedaan om die meer dan waar te maken. En u heeft er zojuist al voor geapprodiseerd, maar ik heb ook gedacht dat het toch wel extra mag, want het is echt fantastisch. Dus ik wil nogmaals vragen om een applaus voor iedereen en ook het bestuur. En ik vind het dan ook ontzettend leuk en toepasselijk dat ik als eigenaar van Holland Foods in Oosterhout in 2016 het vak uitdraag wat tussen 1873 en vandaag voor Oosterhout zo belangrijk is. En mijn bedrijf Holland Foods maakt nog steeds de Oosterhoutse kaneelstokken, de zuurstokken, de wijnballen, nogablokken, lollies, die alle rechtsvoorgangers met zoveel creativiteit en inzet hebben bedacht en jarenlang geproduceerd. Na deze uitnodiging heb ik een paar gesprekken gehad met mevrouw Maria Vick en ook met dokter Kok Gorissen, die het boek geschreven heeft Oosterhout niet van gisteren. En onder andere op pagina 363, want zo lang is het al de historie voor Oosterhout, dat voordat de suikerwerkindustrie begon, kwamen wij in het jaar 1850.
En in 1850 was Oosterhout een arm provinciestadje met 8000 inwoners. En er was niet veel industrie. Er waren 4 sigarenfabrieken. Maar rond 1858, 1870 kwamen er 2 suikerbietenfabrieken bij. En aangezien de grondstof suiker gemaakt werd van die suikerbieten, en die was dus ruim aanwezig, volgden al snel de suikerbakkers tussen 1870 en 1880, oftewel 143 jaar geleden. En de eerste waren Bernard de Hoog in 1873 en André Smits, die Smits van Gils oprichtte in 1883. En volgens de teksten die ik heb mogen lezen van Dr. Kok-Gorissen, hadden zij het vakmanschap in Brussel geleerd. Zij mechaniseerden een deel van de productie en hadden daarnaast ook veel handwerk, zowel op de fabriek als ook veel werk aan huis, meestal vrouwen en kinderen in die tijd. Een tweede generatie suikerbakkers begon tussen 1910 en 1930. Sips van der Weijgert, Jan van der Bos, Piet Aarde, daarna kwam de heer Geerts en daar nog weer naar Jamin. En uiteindelijk was het zo dat de meeste van die industrieën niet bleven bestaan. En dat kwam met name door de hogere lonen. In de 60e jaren van de 20e eeuw werden de lonen steeds hoger, de vakbonden steeds sterker. En ja, daarmee werd de snoep eigenlijk te duur, althans vanwege het vele handwerk. En uiteindelijk is het zo dat Piet Aarde werd uiteindelijk overgenomen door familie Geerts, de fabriek van de heer Geerts door Rens Joosen. En Rens, ook hier vandaag gelukkig aanwezig, heeft uiteindelijk het Oosterhoutse snoepgoed in heel Nederland bekendgemaakt. En ik denk dat we daar als Oosterhout, en ik natuurlijk in het bijzonder, uitermate blij mee zijn dat dat op een zeer professionele manier gebeurd is. Want waar je ook komt in Nederland, op kermissen, in de pretparken, overal kom je het snoep van Rens tegen en is die Oosterhoutse kaneelstok en de Oosterhoutse zuurstok ruim voorradig. Ja, dan kom ik bij 2011. Want in 2011 heeft Holland Foods, en daar mag ik dan weer de eigenaar van zijn, het bedrijf Rens Joosen Suikerwerken overgenomen. Waardoor de productie van die kaneelstokken en die zuurstokken, maar ook de pepermuntkussentjes, Nova en Lollies, voor Oosterhout behouden is gebleven. En de aandelen die nu nog bij mij zijn, die zijn ondergebracht in een stichting. En ook als ik er dan niet meer ben, dan is het bedrijf, zeg maar, het voortbestaan van het bedrijf is gegarandeerd. Want het is niet mijn idee om het bedrijf te kopen, groot te maken en te verkopen. Het is de bedoeling dat dat blijft voortbestaan. Ja, inmiddels worden er bij ons in de fabriek, hier op Vijf Eiken, jaarlijks zo'n 17 miljoen kaneelstokken en zuurstokken gemaakt. Zoals gezegd, voor op de kermis, maar ook de pretparken als de Efteling en Walibi, in de snoepwinkels, de supermarkten, maar ook bij Xenos en hier in Oosterhout ook verkrijgbaar bij Primera. Ja, tot zover de historie, want dan kom ik nu bij het heden. En heden ten dagen gaat het bij snoep over andere zaken. We hebben veel in de pers, hebben wij het over bewegen, minder suiker, al dat soort zaken. Dus het gaat niet meer zozeer over de hogere lonen, maar nu over gezond leven. En in mijn ogen gaat het vandaag de dag bij snoep over verleiden, verrassen en verwennen. Wat ik altijd noem de 3 V's. En alleen met de mooiste en lekkerste producten en verpakkingen verleid je consumenten. Met verrassende smaken en smaakcombinaties en ook het verwennen van degene die je lief is. Naar hard werken, het behalen van schoolresultaten, het spelen van een mooie sportwedstrijd. Daarnaast is er natuurlijk de combinatie van niet te veel eten en genoeg bewegen. En dat is een van de kernthema's. En daar willen wij ook als Holland Foods op inspelen, dat we verantwoord snoep maken. Maar hoe doe je dat? Dus we hebben een analyse gemaakt. Je hebt veel winegums, de gummibeertjes van Haribo en al dat soort producten. Maar daar zitten allerlei spullen in die we eigenlijk helemaal niet zo gezond vinden uiteindelijk. En dan noem ik bijvoorbeeld gelatine. Dat wordt van botten van dieren gemaakt en dat wordt weer in snoep verwerkt. En die studie die wij gedaan hebben, daar komt eigenlijk uit dat de mensen die in 1873 begonnen met het snoep maken in Oosterhout, dat ze dat vanaf het begin af aan verantwoord hebben gedaan. Want ze deden dat met suiker van suikerbieten, glucose van mais, kaneelolie en kaneelpoeder van de kaneelbomen, of bijvoorbeeld pepermuntolie van pepermuntplanten. En vandaar ook dat wij in 2016 beginnen, en dat is in april ook, met de introductie van Eerlijk Snoep 1894, toen Piet Aarde daarmee begonnen is.
Om het museum te steunen bieden wij u aan, vandaag en ook in de snoepwinkel verkrijgbaar, dat u bij elk zakje kaneelstokjes of de kaneelstok die u hopelijk mee naar huis neemt om het, de ervaring, de beleving hier te verlengen en thuis nog uit aan te geven, nou, we hebben toch wel een hele mooie middag gehad op deze toch bijna zomerse dag, bieden wij aan dat u bij elke kaneelstok er eentje extra meekrijgt voor degene die hier vandaag niet. Ik kom tot het einde van mijn voordracht. En ik wil graag enkele personen speciaal noemen, want door hun medewerking en inzet staat het Brabants Museum Oud-Oosthout vandaag waar het nu is. Allereerst het bestuur, de heer Guido Zuur, Caroline Knol en Lambert Mutsaars. Daarnaast natuurlijk de ruim 60 vrijwilligers. Met hun niet aflatende energie hebben zij het miniatuurpark gerenoveerd en aantrekkelijk gehouden voor de meer dan 10.000 bezoekers die dit museum elk jaar trekt. Cor Heuben heeft heel veel foto's aangeleverd voor de expositie. De cultuurcoach en ook hier aanwezig zag ik net Miranda van Bracht. Nico Bekers en de Heemkundekring Heerlijkheid Oosthout die hebben de foto's en teksten aangeleverd. Vandaag ook hier aanwezig Jeroen van der Bos, nog een teller uit het geslacht Suikerbakkers van den Bos uit de Kloosterstraat. Die geeft een demonstratie suikerbakken. Als het goed is staat hij daarna klaar onder een van de tenten. Walter Rovers die staat onder de tent verderop in het park, voorheen Spekenbrink, en die laat zien hoe marsepein werd en dus vandaag wordt gemaakt. En natuurlijk wil ik bedanken de Harmonie Vereniging Oosterhout die vandaag de muzikale snoepjes uitdeelt. Dan wil ik nu het afsluiten met een tekst. Er zijn twee regels die ik u wil meegeven. Eén is van Godfried Bomans en die geeft aan: geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst. Nou, zo goed als Godfried Bomans ben ik zeker niet. En ik vind nogmaals wat hier gebeurt fantastisch. En ik denk dat het bestuur en de vrijwilligers de ideeën uitdragen van: u zorgt vandaag voor verleden en toekomst. Ik dank u wel. Dan volgt nu de officiële openingshandeling. Daarmee wordt de expositie in de Vlaamse Schuur geopend. Geeft u van harte welkom. Dank aan meneer Spijkervet die dit zo fantastisch gedaan heeft. Hij heeft eigenlijk de hele inhoud van onze dag en van onze expositie en ons werk verteld aan u. En dat vinden we ontzettend leuk. Hij heeft daar echt veel werk aan besteed om dit verhaal zo voor elkaar te krijgen. Dus het is niet alleen maar een fabrikant, maar ook nog een redenaar. We bedanken hem ook nogmaals voor zijn sponsoring van de kaneelstok en de kaneelstokjes. En ik wil daar graag ook voor meneer Spijkervet een applaus. En dan mag ik nog even, en dan houd ik het verder kort, dan mag ik nog even u de praktische weg wijzen. Want u ziet dat het bord achter ons waar Holland Foods op staat opzij geschoven is. Als u straks het museum gaat bezoeken, is de route eigenlijk dat u daar begint, in de Vlaamse Schuur. Daar staan allerlei oude mallen, vormen, gereedschappen, teksten over snoep. En leuk om toe te lichten is dat onze mallen en vormpjes allemaal gebruikt zijn door Ria Botermans. Die heeft daar een gebakken van klei. En dan zie je hoe vroeger het snoep eruit zag als het gemaakt was. Als u dan de Vlaamse Schuur uitkomt, dan kunt u daarnaast naar de was- en de schoenmaker. Maar vandaag is dat misschien iets minder interessant, want vandaag draait het uiteindelijk om snoep. En dan gaat u naar de suikerbakker, Jeroen van den Bos. En daarna komt er iets leuks voor kinderen. Ik heb al kinderen gehoord, ik hoor ook al dat ze in het park lopen. En dan kunnen kinderen in het park
koekjes versieren op de ouderwetse manier. Ik weet niet of u het zich nog herinnert. Als je uit school kwam om 3:30, een Maria-koekje, een beetje boter erop, een beetje gekleurde hagelslag of iets anders. En zo aten wij vroeger onze koekjes. De kinderen kunnen dat deze dag ook doen. Daarna gaan ze, kunnen ze nog een suikerspin kopen. De volwassenen kunnen overigens ook die suikerspin kopen. En dan gaat u langs Walter Rovers en het Marsepein. En dan komt u daar bij de spreekwoorden weer uit. En dan kunt u nog even naar het Binnenmuseum, naar boven, naar de doopjurken. Die hangen nog tot 3 april. Ik zou het zeker doen, ook als u het nog niet gezien hebt. En daarna onze eigen snoepwinkel bezoeken. En die kaneelstokken en stokjes kopen. Nou, dan wens ik u heel veel snoepplezier. Vergeet de snoeproute niet bij de hand te nemen. Er staan allerlei vlaggetjes bij pandjes die vroeger snoepwinkeltjes geweest zijn. Want wij kochten onze snoep in de, bij de kruidenier, bij de groenteboer, overal kochten wij snoep. En ook bij hele kleine snoepwinkeltjes met allerlei bijnamen die ik vandaag niet ga noemen. Want ik hoor dat dat ook niet altijd leuk is om de bijnamen van de winkeltjes te noemen. Maar wilt u daar dan alles over weten, dan kunt u in het park de borden lezen, in het boekje de tekst lezen. En dan ziet u dat er ook heel veel vlaggetjes staan die niet bij een pandje staan. Dat komt, wij hebben de Zandheuvel niet. We hebben de Antoniusstraat, de Veersenweg, de Klapijstraat hebben we maar gedeeltelijk. Dus heel veel vlaggetjes staan er op plaatsen waar eigenlijk de snoepwinkeltjes zijn. Nou, in de koffiekamer tot slot kunt u dan nog foto's bekijken van die snoepwinkeltjes. En als u dan op uw gemak gaat zitten, dan ligt daar in de koffiekamer deze map. En dat is een fotomap met nog heel veel winkeltjes, foto's van winkeltjes. Met dank aan de Heemkundekring, heeft Jan Harm al gezegd. En met dank aan Cor Huibe. En ik vind het geweldig dat Cor Huibe er vandaag nog is. 92 jaar. En dan tot slot, en dan stop ik ermee, dan kunt u rustig het museum gaan bezoeken. Dank u wel voor uw bezoek. En de harmonie die krijgt symbolisch een cadeautje. En dat geef ik aan de dirigent. En daarna gaan zij de muzikale snoepjes weer uitdelen. De anderen krijgen het ook allemaal. Dank je wel. Alsjeblieft. En dank je wel. Veel plezier.